Heb je een verband tussen x en y, bijvoorbeeld dat y evenredig is met x of y is omgekeerd evenredig met x, dan kun je met behulp van voldoende gegevens hierbij de formule opstellen. Zo kun je ook de formule opstellen wanneer y evenredig is met een macht van x of omgekeerd evenredig is met een macht van x. Maar hoe doe je dit precies? Vandaar dat we het in deze video gaan hebben over evenredig met een macht van x en omgekeerd evenredig met een macht van x. Heb je te maken met een evenredig verband of ook wel een recht evenredig verband? Dan is de grafiek bij dit verband een rechte lijn, startend vanuit de oorsprong. De formule die hierbij hoort, is van de vorm i is ax. En a geeft de stijlheid van die grafiek aan, ook wel de richtingscoëfficiënt. Ga je 1 opzij, dan moet je a omhoog om weer terug te komen op die lijn. En omdat die grafiek altijd door de oorsprong gaat, heb je maar één meetpunt nodig. Dus weet je van een punt op de lijn de x- en de y-coördinaat? Dan ligt dus die stijlheid van de grafiek vast. Met die x en die y kun je. Waarde van a berekenen, die evenredigheidsconstante. We hebben hier te maken met dat x en i met elkaar evenredig zijn. Maar dit kan bijvoorbeeld ook p en q zijn. Waarbij p of q voor een grotere uitdrukking staat. Bijvoorbeeld niet i en x, maar i en x tot de ende. Dus ook bij het recht evenredig zijn van i met de macht van x. Hebben we dus alleen te maken met die onbekende evenredigheidsconstante. Dus weten we voor een bepaalde waarde van x... En dus ook x tot de ende, de bijbehorende waarde van y, dan kunnen we dus die waarde van a berekenen. Laten we hier even een voorbeeld mee bekijken. Gegeven is dat y evenredig is met x tot de macht 2,41. Voor x is 4 is y gelijk aan 690. Stel de formule van y op en rond de evenredigheidsconstante af op 2 decimalen. Nou, we zien, y evenredig met die macht van x. Dus de formule is al: I is a, dat is dus die evenredigheidsconstante, keer x tot de macht 2,41. Nou, dit gaan we combineren met dat ene meetpunt, die x is 4, waarbij I gelijk is aan 690. Vullen we deze waarde van x en I dus in in die formule, dan geeft dit dat a keer 4 tot de macht 2,41 gelijk is aan 690. Gaan we nu beide kanten delen door die. Macht 4 tot de macht 2,41, dan geeft dit de waarde van a. Let op, rond de evenredigheidsconstante af op 2 decimalen, Nou, bereken we het en rond het af op 2 decimalen, komen we uit op een constante van 24,43. En dit geeft de formule i is 24,43 keer x tot de macht 2,41. En hiermee hebben we dus de formule van i opgesteld. Bij een omgekeerd evenredig verband kregen we altijd een grafiek van de volgende vorm. Een hyperbol. En hierbij kun je de formule in twee vormen schrijven, namelijk de vermenigvuldiging van x en y is constant. x keer i is a. De andere vorm die juist het meest voorkomt, is de volgende: i is a gedeeld door x. Je ziet ook hier weer dat naast x en y er eigenlijk maar één onbekende in die formule staat, alleen die a. Weet je dus van één punt op die grafiek de x en de y, dan kun je deze dus invullen in de formule en daarmee kun je de waarde van a berekenen. Ook hier geldt weer dat we in plaats van i en x ook bijvoorbeeld de letters p en q kunnen gebruiken, die beide weer staan voor een bepaalde uitdrukking. Dan krijg je dus dat p keer q gelijk is aan a, ofwel dat p is a gedeeld door q. En is bijvoorbeeld p gelijk aan i en q gelijk aan x tot de ende, dan krijg je dus dat i keer x tot de ende is a, ofwel i is a gedeeld door x tot de ende. Laten we ook hier weer even een voorbeeld bij bekijken. Gegeven is dat i omgekeerd evenredig is met x tot de vierde. En voor x is 3 is i gelijk aan 21. Stel de formule van i op. Nou, I omgekeerd evenredig met x tot de vierde. Wat dus betekent dat de vorm van die formule is i is a gedeeld door x tot de vierde. Verder hebben we dus dat ene meegegeven. x tot x is 3. Daarbij hoort een i van 21. Nou, gaan we die combineren met die formule, dan krijgen we dus dat a gedeeld door x tot de vierde of wel 3 tot de vierde gelijk moet zijn aan 21. Vermenigvuldigen aan beide kanten met 3 tot de vierde, dan geeft dit dat a gelijk is aan 3 tot de vierde keer 21. Dan nou, rekenen we het uit, dan komen we uit op 1701. Ofwel, de formule is dus i is 1701 gedeeld door x tot de vierde. En hiermee is de formule van i opgesteld. Dus allereerst, evenredig met een macht van x. Is i evenredig met x tot de ende, dan is de bijbehorende formule van de vorm I is A maal X tot de ende. En heb je te maken met omgekeerd evenredig met een macht van X, bijvoorbeeld I is omgekeerd evenredig met X tot de ende, dan is de bijbehorende formule van de vorm I is A gedeeld door X tot de ende. Dit was hem voor nu. Tot in de volgende video.